kan als je pech hebt wel in de duizenden euro's lopen. De dierenbescherming maakt zich al jaren zorgen over de vaccinatiegraad. En doordat er in coronatijd nog meer dieren zijn aangeschaft, komen er steeds meer huisdieren bij die niet gevaccineerd worden. Ja, we maken ons al jaren zorgen over de vaccinatiegraad. Maar ja, nu neemt die af. Er zien ook veel honden uit het buitenland bijvoorbeeld met een onbekende vaccinatiestatus of ze zijn niet gevaccineerd. Dat kan ook weer allerlei ziektes met zich meebrengen. Iedereen kent ook wel het begrip groepsimmuniteit tegenwoordig. Hè? Dat is bij mensen natuurlijk ook een begrip. Hoe minder dieren gevaccineerd zijn, ja, dan is het dus ook geen groepsimmuniteit. Dus de kans op een infectie wordt ook vele malen groter. Dus dat is wel echt een zorgelijke ontwikkeling. Ja. Sommige huisdieren die zie je nooit. Maar we denken dat zo'n beetje iets meer dan de helft van alle honden gevaccineerd is. Bij katten ligt dat alweer een stuk lager. 25, 30. En bij konijnen is het helemaal bedroevend weinig. Daar zijn getallen van 5-10%. Dus daar is echt nog wel wat winst te behalen. Ja. De kosten per vaccinatie liggen tussen de 50 en 80 euro per huisdier. Maar niet vaccineren is nog duurder. Nou, als je een huisdier niet vaccineert, dan kunnen die kosten, als een dier wat gaat mankeren, natuurlijk enorm stijgen. Ook dat hangt natuurlijk vanaf wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we hebben hier wel eens een hond in de opname gehad die besmet was met parvovirus. Die is meerdere dagen in de opname geweest. Die krijgt infusen, allerlei ondersteuning, medicatie. Ja, dat kan als je pech hebt wel in de duizenden euro's lopen. De meest bekende zijn kattenziekten. Dat zien we regelmatig. Ziekte van Weil is ook iets om zorgen over te maken. Ook omdat het ook besmettelijk voor mensen is. Nou, als je dus je huisdier niet gevaccineerd hebt en die raakt besmet met de ziekte van Weil. Gewoon met aaien of met ze likken je in je gezicht of dat soort dingen. En dan kun je dat ook oplopen.